Sjors, het ging in het persmoment heel veel over omgaan met tegenslag. Heb je de koppen weer de juiste kant op gekregen? Ja, het was vooral de koppen weer omhoog krijgen. Deze groep kan je echt wel dingen verwijten, net zoals je mij als trainer dingen kan verwijten. Maar ze zijn altijd wel samen. Ze laten elkaar niet vallen in dat ze elkaar afkraken of andere kanten oplopen. Maar het hoofd omhoog houden, daar gaat het om. En dat is vooral bij tegenslag natuurlijk moeilijk. Kijk, Excelsior, een dramatische wedstrijd. Maar je begint goed met een goede kopkans. Dan kan je denken, we zitten er goed in. Dan kom je op een hele slechte manier 1-0 achter. Maar er is niks verloren nog. En dat gevoel in, oké, 1-0 achter. Maar we hebben een goede ploeg. We kunnen goed voetballen. We hebben nog 80 minuten. We zetten onze schouders eronder en we gaan ervoor. Dat stukje is het belangrijkste. En dat is moeilijk als je veel verloren hebt. Als je al anderhalf jaar lang aan het vechten bent en veel tegenslag hebt, is dat niet makkelijk. Maar is wel cruciaal om hier uit te komen. Want ook tegen Emmen zal het niet anderhalf uur lang flitsend, mooi aanvallend combinatiespel zijn. Want dat past niet bij de situatie waar je in zit. Dus je zal een fase hebben dat het moeilijker is. Dat je wat meer moet vechten. Dat het even 10 minuten lang onder druk staan is. En daarvoor moet je hoofd omhoog. En omhoog blijven, juist als het even tegen zit. Het is eigenlijk iets heel mentaals, begrijp ik dus wel. Hoe kun je dat trainen? Ja, dat is ook met spelers praten. Hoe ga je er zelf mee om? Welk gedrag vertoon je? Wat straal je uit met je lichaam? Ga je letterlijk met je hoofd naar beneden lopen? Blijf je rechtop staan? Maar ook voor je eigen duel. Je verliest misschien een duel van je tegenstander. Besef je dan dat het tweede duel gewonnen moet worden? Of laat je 2 keer aftroeven? Want 2 keer wordt 3 keer en loop je een beetje achter je man aan de hele tijd. Nou, die momenten, het winnen van een tweede bal, het aangaan van je duel, het voor je man durven dekken. Je probeert ze maar verder te gaan dan alleen maar inzet, passie en strijd. Maar met voetbalhandelingen uit te leggen welk gedrag daarbij hoort. En dat ga je ook trainen dan, bijvoorbeeld in een 11 tegen 11. En als het dan gaat om wordt een lange bal en eromheen zitten voor een tweede bal. Als het gaat om naar voren spelen in plaats van achteruit spelen. Zijn het wel dingen die je kan aangeven op trainen, maar die het meest getest gaan worden in de wedstrijd. Dus je past in ieder geval je vormen erop aan. Je moest ook voor rust al ingrijpen, want je zei van ik moet een signaal geven tijdens Excelsior. Betekent dat misschien ook dat je nu je opstelling daarop aan gaat passen? Ja, niet 1-op-1, want we spelen ook een slechte wedstrijd spelen. En dat je denkt, ik laat hem toch staan, want het was een incident. Want de weken daarvoor en daarna waren heel goed. Maar je gaat vooral zoeken met je staf naar een groep van wij denken. Die hebben die ruggengraat, het karakter, om morgen te gaan vechten. Dat biedt geen garantie. Maar we hebben wel gekeken naar 11 mannen die dat kunnen doen. We hadden gelukkig meer dan 11 om uit te kiezen daarvoor. Maar de 11 die we gekozen hebben, wij het gevoel van, die gaan die strijd voor ons aan. En daar hebben ze ook gezegd, we kunnen goed voetballen, maar voetballen moet je verdienen. Je moet eerst vechten, strijd leveren, tweede ballen pakken, duelleren. En van daaruit ga je voetballen. En soms kan het heel snel. Misschien moet je wel 1,5 uur blijven vechten en kan je amper voetballen. Maar dat vechten moet wel de basis zijn in de fase waar wij nu zitten. Nou ja, het liefst kom je helemaal niet achter natuurlijk. Maar als het gebeurt, dan zul je dat moeten omdraaien. En ja, dan zul je toch met een bepaald idee de wedstrijd door moeten gaan, zeg maar. En vooral vind ik altijd aan afspraken houden wat je voor hebt afgesproken. Een trainer die zegt ook van de beste spelers zijn eigenlijk de spelers waar de ondergrens het hoogste ligt. Jij bent misschien wel een voorbeeld. Jij haalt misschien altijd wel een voldoende. Wat kun jij daarin bijdragen? Oh ja, kijk. In eerste instantie probeer ik altijd mijn eigen spel zo goed mogelijk te spelen. En dan natuurlijk daar het team mee te helpen. Ik denk niet dat ik een speler ben die een heel team beter laat voetballen. Maar toch wel met mijn manier van spelen. Dat ik toch wel heel veel jongens en ook vooral om me heen toch wel kan helpen. En daardoor ook het team. En als het team dan ook beter gaat draaien, dan kom ik vaak ook wat beter tot mijn recht. En ja, dat is vooral ook in de coaching en beleving bij jongens. Probeer ik daar heel veel in te helpen en het goed neer te zetten voor me. En om me heen. En natuurlijk ook voetballend mijn steentje bij te dragen, zeker. Ja. En dat is natuurlijk denk ik ook buiten het veld wel het geval. Want je krijgt natuurlijk wel even een tikje na Excelsior. Ja, zeker. En ja, wat je zegt, buiten het veld praat je dan ook met elkaar. En zeg je ook dingen tegen elkaar. En vooral met bepaalde jongens die ook best wel wat ervaring hebben natuurlijk. Hè. Ik zelf heb inmiddels ook wel wat ervaring in het voetbal. En natuurlijk praten is altijd makkelijker. Hè. Je moet het altijd laten zien, zo denk ik ook. Alleen je kan wel door bepaalde dingen te zeggen, vind ik, kun je toch wel misschien het in de kopjes toch een andere kant op krijgen. Ja, Doak is net qua passie en strijd daarin echt een voorloper. Maar ook hij moet dan juist zorgen dat als het moeilijk wordt, hij niet degene is die dan door die passie en strijd het eerste ook in de negativiteit schiet. Maar juist heel positief blijft dat anderen denken, ik twijfel eventjes. Maar Doak is nog steeds zo energiek en positief.
En dat kan Doken denk ik uitstekend, want met zijn ervaring, zijn strijdlust, zijn coaching kan hij daarin heel veel toevoegen. We hoeven denk ik ook niet te benadrukken wat het belang van deze wedstrijd is. Wat verwacht je ervan? Ik verwacht misschien wel een beetje als in de uitwedstrijd. Ik denk dat Emmen best een ploeg is die heel graag de bal wil hebben en dat ook goed kunnen doen. En tussen de linies gaan spelen met jongens. En dat wij daardoor niet echt in de war moeten raken. En dat wij denk ik ook best wel grote kansen gaan krijgen, net als in die uitwedstrijd. Emmen heeft toen ook een paar grote kansen gehad, dat weet ik wel. Alleen ik denk dat het wel redelijk gelijk opgaand zal gaan. En dan is het denk ik wel belangrijk dat je de kansen gaat benutten. Juist als je als ploeg een paar tikjes hebt gehad en het wordt moeilijk, ja, ga je er dan achter staan als publiek. Dat helpt geweldig mee, maar we moeten dat zelf verdienen. Door wat ik zei, te gaan vechten, dat de ploeg voelt. Wij vechten samen en kijk, zij gaan met ons meevechten op de tribune. Dus daarom moet je, net zoals de Heerenveen in het begin uitstekend deden, gelijk de tegenstander bij de strot durven pakken. Dan maar een mindere combinatie of mindere driehoekjes, maar wel die energie erin leggen. Dat de energie overslaat van het veld naar de tribunes toe.